Goedemiddag allemaal. Ik ben Sepp. Dit is mijn eerste speech en ik wil vertellen over dat kunst, toneel en muziek heel belangrijk voor ieder mens is. Kunst is belangrijk, want in de middeleeuwen en de mensen van de oertijd zijn begonnen met kunst. Muurschilderingen in het zand, met takjes, pottenbakken, armbanden en kettingen en zelfs ringen. Het is belangrijk, want het geeft de versiering aan het leven. En door muurschilderingen bijvoorbeeld zijn we een stuk wijzer over vroeger geworden. En als wij dat nu ook laten zien met kunst, weten we dat over een paar duizend jaar nog. En zonder muziek heb je geen emoties. En zonder emoties kun je niks laten merken. Elke toon van de muziek heeft een andere emotie. Van muziek kun je genieten en rustig worden. Dan is er rust voor je eigen gevoel. En ook zonder toneel kunnen we niks. Want als we iemand nadoen, dan kunnen we meteen weten wat iemand kan, doet en niet kan. Met toneel kun je dingen op een andere manier leren bekijken. Dat is zo fijn en daarom moet toneel ook blijven. En zonder kunst, toneel en muziek hebben we geen fantasie. En zonder fantasie kunnen we niks. Geen dromen, geen ontwerpen, geen nieuwe dingen. En ga zo maar door. Zonder kunst, toneel en muziek is er geen toekomst en geen vrijheid. Dit was mijn speech. Bedankt voor jullie aandacht. Dames en heren, we gaan schreeuwen uit blijdschap. 4, 3.